Hallo mensen en welkom weer bij een gloednieuwe video op het Genial Game kanaal op de Geniale SMP in huis. En vandaag was het hier ook in Oostamp. En vandaag is het de 68ste aflevering. We naderen de 70. Dus ik moet nog al de dingen doen die ik wou doen. En er zijn er nog maar twee dingen. En dat is het storage system en nu de village. Er is één heel belangrijk gebouw wat deze village mist. En dat is een armorer. Waarom wil ik een armorer? Als ik het goed heb, is het een armorer. Ik weet dat ik dat uitspreek en dat heel grappig is. Maar als het mij goed is, als het goed is, dan kopen die, ik ga niet meer de naam uitspreken, ijzer van u. En omdat we nu een iron farm hebben, hebben we dan ook unlimited emeralds. Ik dacht eraan om de farm, en met dacht eraan bedoel ik, heb ik nu gespot, om achter de vissers district te bouwen, dat er ook aan deze kant wat meer huizen zijn. Want zoals je ziet, als je verdeelt aan die kant, is er meer stuff en eigenlijk is het wel gelijk. Maar hier zitten alleen maar vissers, ik wil ook iets anders. Dus hier komt de armorers en het pad gaat dan zo naar daar gaan. Natuurlijk stap 1, bij elke build die ik al heb gedaan, is een fundament. En het wordt een redelijk groot gebouw. Want, ik wil een stuk of 12 armors ofzo. Want ik wil echt, als ik heb lang of AFK, dat ik al mijn iron kan verkopen aan die billetten. Dat kan ook wel zijn dat dat misschien een klein beetje te veel is. Maar dan heb je er beter te veel dan te weinig. Dan wordt de populatie van Terrazar ook een beetje groter. Nu hebben we nog Cobbled Deep Slate. Ik denk het niet. Hier, nee. Nope, dus laten we ervoor gaan minen. Als ik hier de fabriek wil neerkletsen, dan, ja, ik heb al gezegd, ik wil de fabriek hier, maar dan moet ik het wel hier groter gaan maken. Dus dan moet ik hier al een paar bomen gaan wegchoppen en ik moet mijn deur gaan halen. Maar dat is geen probleem, want dit hout gaat gewoon direct terug in de fabriek. Reuse, recycle. Nee, wacht, hoe is het ook alweer? Reduce, reuse, recycle, denk ik. En ik heb genoeg dirt om dit hier een beetje vlak te maken. Het enige waar ik een beetje zorgen om maak, is dat de pier van dit huis nu een beetje raar gaat lijken. Maar weet je, als ik het een beetje aan die kant hou, komt dit wel helemaal in orde. Ook terwijl ik hier aan het rondvliegen was, om te zien of dat een goede spot was, kwam ik ook naar die spot. Dat is zo'n heel uitsteeksel. Ik kijk echt naar uit als ik hier ooit iets ga neerzetten. Ik zat gewoon te denken aan een gigantische toren. Maar ja. Ik weet nog natuurlijk niet wat dat gaat worden. Maar genoeg gezeverd, ik ga mijn deur halen. Ik ben al meteen begonnen aan de fundamenten. Het is een beetje anders uitgedraaid dan gedacht. Want ik besef ook... ja, dat villagers veel meer ruimte nodig hadden dan ik weer had gedacht. Ik heb ze weer onderschat. Want ik heb twee gebouwtjes gemaakt. En in deze hier kunnen we er drie zetten. Allee, in dit hier, niet dat. Dat hoort er ook bij, maar hier één, bed, villager, workbench, weet je wel, de klassieke setup. Hier ook, dus 1, 2, 3. Dan hier hebben we een toren, kunnen we hierin zetten. Tweede verlieving kunnen we hierin zetten. Derde verlieving, I don't know, maar een kampvuurling dat er maar ook uitkomt. Dus 1, 2, 3, 4, 5. En hier is er een klein, ik wou een opslaggebouwtje zeggen, maar ja, er zit ook een villager in, maar dat lijkt er een opslaggebouwtje. En met één villager op het eerste verliep en dan ook één villager op het tweede verliep. Dus dat komt maar neer op 7 villagers, of als ik goed kan tellen, maar waarschijnlijk niet. Dat is wel redelijk weinig. Ik heb meer clerics, maar ja, de kerk is ook een meestersgebouw. Dus ik zat te denken, wanneer als ik hier... Ik ga hier zo'n dakje opzetten, zo'n sloopdak. Als ik in de zolder allemaal bedden steek, dan hebben al deze villagers een bed. Want dat is de enige ruimte die ze nodig hebben, is dan dit. Hier staan ze, hier staat een workbench, hier staan ze, hier staat een workbench. Dan is de enige die ze nodig hebben dit. Natuurlijk wel te goed maken. En dan kan ik in deze kant alleen, kan ik al 1, 2, 3, 4, 5 steken. In plaats van 5 in het hele gebouw. Natuurlijk, daarmee breek je gewoon verschillende mensenrechtenwetten. Maar alles voor de emeralds, I guess. Maar ik hoop dat het werkt. Maar ik denk het wel. Want er zijn villagers die niet kunnen slapen, maar die hebben gewoon een bed. En daardoor kunnen die al te goede trainen. Daar is een zombie onder de tweede premier.
Dus ik denk dat ik dat plan ga doen. Maar voordat we dat kunnen beslissen, ik ga eerst dit hier bouwen. En dat begint dus met de fundamental in te vullen. Die muren zijn niet officieel, dat ik gewoon gezet om beter te kunnen nadenken. Ik heb hier al een paar dingetjes gemaakt. Nou, dit, nog niks aan dit. Dus hier heb ik gewoon de frame hier gemaakt van de ingang. En hier heb ik ook iets gemaakt aan de toren. Ik ga zo in de torens allemaal van die dingen zetten. Weet je, dat lijkt me wel cool. En dan hier het blokkenpatroon rond. Ik wil dus een nieuw blokkenpatroon gebruiken, niet meer dat hier, want dat is van Briek. Ik zal het wel iets anders zijn. Ik wou gewoon een random mengeling van deze blokken maken. Als je op een muis speelt, kun je iets doen dat vanzelf iets random pakt. Want dat kunnen we niet doen. Ziet je, het ziet er wel een beetje raar uit. Ziet het er lelijk uit? Volgens Maarten waarschijnlijk wel. Maar ik vind het voor een fabriek nog niet zo erg. Ik ga eens langs de binnenkant kijken. Ja, ik denk dat ik het ga doen voor de rest ook. Het enige probleem is wel, dat je binnen elk Minecraft huis, je maakt zo'n pilaar en dan maak je hier je dingen verder. Dan zie je die pilaar zelf niet meer. Ziet je? Maar lijkt niet zo'n heel groot probleem. Ik ga deze muur al afmaken en ik zie jullie wanneer dat is gebeurd. Dit rare patroon is nu over heel de fabriek, samen met de balken, hier balken en aan deze kant balken. Ik heb ook al eens knoppen gezet. Ik weet nog niet eens of ik ramen erin ga doen, ik denk van niet. Een beetje fabriek aesthetic te behouden. Wat ik nu ga doen is de toren proberen af te maken, want natuurlijk, dat patroon ziet er super cool uit met dit hier zo. Maar ik heb nog geen enkel idee gevonden om hier ook zoiets te zetten zonder raar te doen met de andere balken. Dus ik zal wel iets moeten vinden. Maar eerlijk gezegd, ik denk niet dat het goed gaat lukken. Maar ik zal wel zien. Dus, wat heb ik nu gevonden op het probleem dat ik geen zo'n balk en zo'n balk kon zetten in twee verschillende vlakken? Helemaal niks. Ik heb gewoon aan beide hoeken, dat stond eigenlijk al, maar aan beide hoeken zo een balk gezet. Misschien kan ik daar iets mee doen, dat er zo naar boven gaat, dat de toren zo een piek heeft. Maar ja, het gebouw ziet er nu zo uit. Nu is de volgende stap een blok zoeken die ik hier op kan zetten. Dat ik daar op het dak kan maken, want ik weet nog niet of dat zo nodig is. Ik wil wel sowieso dit hier nu nog dubbel de hoogte. Dit moet nog dubbel de hoogte. En ik denk dat ik hier gewoon een dak op ga nu maken. Een dak waar ik toch bedden in wil gaan proppen. Want zoals ik al gezegd, ik wil de bedden van boven hebben en de villages beneden. Ziet er begint al een beetje koper vuil te worden. Dus ja, ik weet nog niet exact wat ik ga doen. Dit is denk ik een van de meest moeilijke builds die ik al heb gedaan. Ik maak het mezelf ook vooral moeilijk. Maar ik wil het ook al mezelf moeilijk maken. Ik had ook gewoon terug zoiets kunnen maken. Gewoon zoiets. Gewoon een doos, klassieke stijl. Maar ik wil dus iets anders doen. En daar ben ik nu ook bezig. Dus ik, weet je wat, laat het door. Maar ik wil eerst het dak van dit hier af hebben. En ik wil ook nog hier trappen zetten, daar ook nog. Dit gaat een uitdaging worden. Ik dacht er eerst aan om een heel ander dak te maken, maar ik ben het gewoon met weer een klassiek dak beëindigd. Het is niet zoals andere daken, want het is wel een standaard dak. Hier wil ik een soort van schoorsteen in gaan zetten. Maar ik weet niet hoe ik dat ga doen, want ik heb maar één dimensionale blok. Hier wil ik gewoon koper in zetten, dat ik nog iets anders heb dan hout. En nu, het beddengedeelte. Kijk, ik ga even naar de zolder gaan, die er eigenlijk nog niet is. Je zou misschien denken, je kunt er nog niet op gaan. Nee, maar ik ben twee blokken groot en een bed is maar een halve blok groot of zo. Die moet wel één blok groot nodig hebben, zo dat één blok groot. Dus ik kan hier wel een heel deel bedden in gaan zetten. En ik denk genoeg om hier alles te laten draaien. Dus ik ga nu dit dak hier afmaken. En ook, ja, niet alleen dit dak, maar ook dit dak. En ook zien of ik iets met een schoorsteen kan gaan doen. Met die koperen slabs, want ik weet het nog niet. Dit is echt een ingewikkelde beeld. Tada! Een schoorsteen op de fabriek. En ik vind echt, dit is fantastisch. Dit maakt het gewoon helemaal.
ben echt blij dat we die schoorsteen toch nog hebben in kunnen zetten. Nu ga ik wel hier geen grote schoorsteen wat maken, want ik heb wel een schoorsteen. Nu, ik heb bedden en ik heb plaats. Nu moet ik gewoon hier een beetje plaats maken voor mijn hoofd. En we gaan hier zoveel mogelijk bedden inproppen. Als we kunnen. Ik ga jullie niet alle bedden laten zien hier neerzetten. Dat is gewoon saai. We gaan even uitrekenen hoeveel bedden hierin kunnen. Dus 4. 1, 2, 3, 4, 16 bedden. Dat vind ik een sappige hoeveelheid armors waar ik iron gaan kunnen verkopen. Oké, dus dit ga ik nog verder tonen. Ik ga hier gewoon bedden in spammen. Het volgende is deze toren. Ik wil graag deze toren af hebben. Dus daar ga ik nu aan beginnen. Ik vond dat zo'n grote toren niet echt bij de fabriek zou passen. Dus ik heb er gewoon een klein sidehokje van gemaakt. Nu nog het andere gebouw. Ik denk dat ik dat meer normaler ga doen. Klassieker, als dan mijn woord is. Zo gewoon de rest van de gebouwen. Oh, het is echt. Ziet je hoe blauw Tiagatown is? Ik heb wax, maar dat is voor mijn storage system. En trouwens, voor de afleveringen. Ik weet niet of ik de storage system volgende aflevering afkrijg. Ik doe echt mijn best, maar ik heb niet altijd evenveel tijd. En ik weet niet hoe lang deze video is. En het hangt van af of die lang is of niet lang is. Of ik veel ga zien van dit huisje of niet. Dus dat zullen jullie zometeen weten. Als je dus een meer klassieke design wilt in Tiagatown, dan moet je meteen beginnen met de pilaren aan de hoeken. Heb ik zelfs hier al gedaan. Maar ik heb niet genoeg hout. Maar we kunnen ondertussen wel al de rest designen. Nu als ik dit hier gebruik, polished graniet, en dan hier gewoon een raam in zet, en dan gewoon hetzelfde doe, zo, en dan is het raam maar één breed, en dan zet ik hier, I don't know, koperblokken. Nog altijd fabriekachtig, maar niet heel fabriekachtig. Dit gaat twee verdiepingen hebben. Ik had eigenlijk zoiets in mijn gedachten als het parlementsgebouw. Weet je, daar moet ik ook nog iets aan doen, want het parlementsgebouw is letterlijk dit. Hier staat niks, hier is voor de helft niks en de tweede premier. De tweede premier verdient beter, man. Hier moet echt meer dingen. Er zit hier zelfs geen knoppen in, hè? Kijk. Hier moeten. Hier staat nooit een knop bij. Ik ga hier ook gewoon een knop zetten. Wat ik hier eigenlijk wil in gaan zetten is gewoon meer librarians. Weet je? Of misschien nog iets anders, iets specialers. Oké, ik zie jullie wanneer de onderste verdieping af is. Dus dan moet ik terug even een beetje hout gaan haken. Boom! Dat is het eerste verdiep. En ik heb weer een rare combinatie van blokken gebruikt. Zoals gewoonlijk met deze fabrieken. Ook al heb ik er nog maar twee gemaakt. Dus het ziet er wel heel raar uit. Misschien wil ik er nog iets aan veranderen. Ik denk dat ik een meer stabiel blokkenpatroon ga gebruiken. Want hier nog zo die bricks, hier nog zo die koper. Ik denk gewoon dat ik dat misschien nog ga veranderen. Maar, en hier komen nog trapdoors, ik denk ook. Maar het is wel een goed fundament voor de tweede verdieping, dus dat heb ik al gemaakt. En ook, ik heb ook al uitgerekend waar ik al hoeveel en waar ik al mijn fabriekswerknemers wil zetten. Dus hier 1 workbench, 1 workbench, 1 workbench, 1 workbench. Dit zijn er 5. En hier hetzelfde dan 3. En hier komt de Big Boss in zitten. Die gaat ook een name tag dan hebben. Dat is zeg maar, ik weet niet hoe ik hem ga noemen. Fabrieksofficier. Dat was mijn kat, sorry. Die wil blijkbaar fabrieksofficier zijn. En in het andere huis, juist hetzelfde, maar dan op kleine schaal. Dus 1, 2, 3, 1, 2, 3. En dat komt neer op 8 is 9, plus 3 is 12, plus 3 is 15. We hebben 16 bedden, dus dat is heel goed. We kunnen er zelfs nog een zetten. Maar ja, het plan is natuurlijk dat iedereen een bed gaat claimen als ze kunnen restocken. Ik hoop dat het ook gaat gebeuren. Maar mijn skillscannende gaat er misschien iets fout gaan. Ik hoop van niet.
Ik zie jullie wanneer dit gebouwtje hier af is. Maar ik ga eerst slapen voordat ik verder ga werken. Iemand wil een aanslag plegen op de tweede premier. Nee! Alles oké? Okay? Dan is het goed. Oké, okay, het huis is af. Anders zou ik een clipje niet maken. En tada! Dat ben ik natuurlijk wel. Daarboven. Oh, wacht. Ik ben het glas letterlijk vergeten. Ik moet gaan slapen, want ik wil niet dat je nog creeper gaat ontstaan. Nee! Er is een creeper achter mij. Maar, dus, ik ben het glas vergeten. Maar ga het huis gezien. Ik zal nog een airview geven. Het is af. Nu ga ik blast furnaces maken voor armors. Oh, echt waar. Verschrikkelijke beesten dat zijn. Natuurlijk heb ik 0 cobblestone voor die blast furnaces. Dus ik moet maar weer de mine in voor weer wat steen te gaan hakken. De blast furnaces zijn klaar en de plaatsen voor de villagers zijn klaar. Ik heb iets. En ik moet niks eten. Ik dacht dat ik nog niet aan het degenen was. Nu, het enige wat mist is natuurlijk de armors zelf. Dus ik ga naar de village breeder. Ik heb de villagers nog eens gebreed. Dus je ziet, we hebben er nu veel. Maar ik wil er geen van die twee pakken, want die hebben juist het eten. Dus ik ga proberen om een van deze volwassenen. Ja, ik zag daar iets groen. En geen paniek, je zou misschien denken, zijn er maar twee. Nee, er is ook nog een baby. Want ik heb één erin gepropt. Oké, hoe krijgen we deze villager hieruit? Als ik hem een mod geef. Voilà. Oké. Ik ga het zo doen en niet met rails, want... Serieus? Kom aan. Ik ga het zo doen en niet met rails, want... Dat duurt gewoon te lang. En dat kost me misschien ook nog wat materials ook. En dit werkt even goed natuurlijk als de villagers niet dom zijn, weet je. Dan werkt het even goed. Kom aan. Nu is het nog heel veel duur omdat we in een gebouw zitten. En op het einde wordt... Maar, bro. En op het einde wordt dat ook zo omdat we dan in zijn plaats moeten duwen. Maar op het grootste stuk volgt hij gewoon hetzelfde nest. Oké, hier is uw blast furnace. Nu mij volgen. Ja, we waren net op de rand van... Kies jij en nu wandelt hij gewoon recht aan ons toe. Omdat hij zijn nieuwe workplace wilt inspecten. En dan gaan we gewoon zo verder en verder. En ik heb al gekeken. Dit is de juiste villager. We kunnen iron verkopen. Het ene probleem is, we moeten hem eerst level 2 maken. Dus ik zal wel wat emeralds moeten uitgeven. Maar dan gaan we ook heel veel emeralds verdienen. Oké, niet weglopen. Nieuwe job. Nieuwe job. Nee! Bro. Nieuwe... Ah, oké, let's go. Het werkt. Je moet gewoon vooruit gaan. De vorige was... Ik heb het al eens geprobeerd. Toen was er een probleem. En die... liep niet zo fel weg. Hier is je dingen. Let's go. Ik heb het altijd zo net op het einde, hè. Niet weglopen. Kak. Hier. Ja, waar wil hij altijd heen gaan? Dit is echt een avonturier. Kom aan, ga naar die plaats. Know your place. And move. Jongen, alsjeblieft, wandel je toch gewoon naar binnen. Kunt je niet eens een halve blok klimmen? Maar één blok is geen probleem. Wat is dat nu weer? Moet ik nu echt... Hier gaan neerzetten voor die vieze villagers. Kom aan. Ja. Nu. Het laatste gedeelte. En dat is gewoon deze villager hierin zetten. Het ene probleem met dit ding hier is. Als ik. Dus nu zit hij vast en we hebben een armor. Ik hoop dat hij een bed claimt. Ik hoop dat hij kan restocken, want dat zou wel zuur zijn. Nu moet ik gewoon zien bij de volgende. Dat ik die blok weghaal, dat die niet ontsnapt. Oké, ik zie jullie wanneer dit hele plaat vol zit met armors. Deze video gaat nog zo lang duren, hè. En ik heb geen tijd en die moet snel af zijn. Kijk er echt niet naar uit. Maar, de show must go on. Ik zie jullie wanneer hier een heleboel armors in zitten. We zitten met een probleem. De villagers willen geen job meer. Kijk.
En anders wil je het ook dus opnieuw, want ik zie het lijkt dus van die groene sparkles. Hij ook niet hier. Ik zou hem niet de job geven, want anders zit hij met twee villagers. Maar hij wil de job niet. Hij wil geen job. Niemand wil een job. Het is geen nitwit. Waarom had hij alweer een job? De enige oplossing die ik kan verzinnen is gewoon wachten totdat die baby's zijn groot geworden. Want ja, ik heb nog maar twee villagers in de dingen. Wat moet ik doen met deze? Waarom kan niks zo gewoon vlot gaan zonder problemen? Nieuws! De villagers werken weer en dus nu heb ik er drie en er volgen nog een hoop. Ik heb ook al meteen een bureautje gemaakt voor de Upper Chief. En hier, hier moet de Blast Furnace komen en dat gaat niet zo zijn. Dus hier komt dan, die gaat ook een name tag krijgen ofzo. Dus dat wordt dan een van de twee speciale villagers die ik heb, dus de tweede zit er mee en die. Ik heb wel een beetje bang dat ze niet gaan kunnen restocken. Dus wat ik ga doen, als het nacht begint te worden, dan kom ik hier met heel veel kool. En dan ga ik de eerste guy ofzo heel veel kool verkopen dat hij niks meer kan verkopen. En aan de volgende dag, dan is het restocken in de nacht, dan ga ik kijken of het restocken werkt. Maar het is pas middag in Minecraft en ik heb nog een hele hoop villagers te vervoeren. Yes! Ja, ze restocken! Kijk, ik heb hem gisteren helemaal uitverkocht. En nu heeft hij zijn prijzen opgeslagen natuurlijk. En kijk de trades. 1 diamond voor 1 emerald. En lava ben ik voor emerald, dat is wel misschien interessant. Maar dit is natuurlijk de trade die we moeten hebben. 4 iron voor 1 emerald. Dat klinkt misschien heel laag, maar ik maak zoveel iron. Ik ga elke dag iron verkopen, iron verkopen, iron verkopen. En dan gaat het uiteindelijk misschien een halve stack worden per emerald. Maar dat maakt niet uit. Alleen dat maakt wel uit, dat is super duur. Daarom heb ik zoveel armors. En ik wil hem als ik wil hem even zien, hè. Is dit genoeg? Want als het niet genoeg zijn, dan heb ik er gewoon meer nodig. Maar dat wordt wel... Dan heb ik echt veel armor. Dus dan ga ik waarschijnlijk nog ergens anders een fabriekcomplex maken. Mijn volgende gebouw wordt sowieso daar. Ik wil dat deel van de stad nog een beetje uitbreiden. Ja, ik hou van Tiaga Town, man. Echt leuk. Nu, tijd voor het volgende slachtoffer. De eerste rij is al helemaal af. Dat was de grootste. Nu, hier nog 3... En dan natuurlijk dit huis nog. Ik hoop dat zij ook de bergen gaan claimen. En hier komen er ook denk ik 3 passen hier en boven ook 3. Oh ja, dit was hier wel een probleem hè, om ze hier boven te krijgen. Zal ik ergens een trapje moeten maken of zo. Let's go to the next one. Ik denk dat ik ze nog eens moet gaan breeden, want ik heb er niet meer zo heel veel. Ik geef op. Ik stop met de villagers. Echt waar. Hoe dom die dingen zijn hè. Dus, we zijn aan de hand. Alle villagers beginnen fishermen te worden. En fishermen word je door barrels. En waar zijn heel veel barrels? Ik dacht eerst van, al mijn fishermen hebben een job verloren. Dus op een of andere reden, dat is ook van die rare domme dingen die villagers doen. Dus wat ik moest doen was, 4 fishermen in de villager breeders krijgen. Dus dan kon er niemand meer een fisherman worden. Maar, wat blijkt... Toen ik dat deed, waren er veel meer fishermen. En wat er nu gebeurt... Elke villager en villager breeder heeft een job genomen van de Hollow Beat. En de Hollow Beat zijn er heel veel barrels. Hier zijn barrels. Hier, kijk, hier zitten allemaal villagers te lopen. En hier zitten ook overal barrels in. En elke villager steelt gewoon jobs van al deze barrels. Hier, nog meer barrels. Het kan zo blijven verder gaan. Maar ik wil er niet aanpassen, want die barrels passen perfect bij dat hotel. Als die villagers gewoon niet zo dom zijn. En als Mojang eigenlijk eens een update doet, waar je zelf kunt kiezen. Die villager, die job, die villager, dat bed, die villager, die workstation. Maar dat gaat niet. Dus ik zat hier de hele tijd te wachten dat die villagers eigenlijk groot werden. Dat ze 4 fishermen kunnen worden, maar nu zijn het miljarden fishermen. Ik ken deze random guy ook, ga weg. Ik weet niet wat ik moet doen. En ook, in de nacht zijn er... Blijkbaar heb ik 1 van de Tiaga Towers niet goed gespawnproofd. En heb ik nu een zombie villager hierin. Echt niks kan goed gaan, hè. Dus ik heb gewoon besloten, ik stop met deze video gewoon het pure miserie. Ik heb wel redelijk veel armors nog gekregen voor
dat de villagers een rare 0 IQ ziekte kregen. Dus nu gaan we het leuke deel doen en we gaan heel veel eieren verkopen aan de armors. Dus ik pak gewoon een mens veel, dit is waarschijnlijk wel genoeg. Ik heb al 51 emeralds en ik heb ook geen kool meer. Omdat ik al die armors heb moeten laten levelen. Level 2, voordat ze iron konden kopen. En dat heeft al mijn kool opgevreten. Spijtig genoeg. Ook nog één ding. Ik heb ook een nieuwe plaats gevonden voor een nieuwe armor. Als we ooit nog armors kunnen hebben. En dat is hier. Want kijk, hier is ook nog een plaats. En dat past. Want we hebben 16 bedden en 15 plaatsen normaal. Maar nu hebben we 16 bedden en 16 plaatsen. Dus alles wil je normaal level 2. Buiten deze guy. Ja, dan gaan we het niet aan hem verkopen, hè. Oké, okay. Wat ben ik toch allemaal aan het doen? Ik wil iron maken en ineens wisselt al die nest naar die stuff. En kijk, nu ik weet niet hoeveel iron geweest aan die nest. Echt, letterlijk niks gaat goed. Ga weg. Maar kijk hoe immens veel iron dat is, hè. Kijk hoeveel iron ik heb. Oké, okay, hier gaan we... Krijg je eigenlijk veel XP? Kijk, ik wil zeggen, ik krijg veel XP van. Ja, eigenlijk nog wel. Dus deze zullen wel rap master zijn. Of de XP nodig met een shovel. And here we go. Die is nu al level 4. Met één cel. Deze guy. XP en de emerald stromen binnen. Ik merk al één ding. Ik heb meer armors nodig. Ook al heb ik heel deze fabriek vol, ik heb nog altijd meer nodig, man. Ik heb zoveel iron en deze armors eten het helemaal niet allemaal op. Oké, dit is fantastisch voor de dingen. Maar het is gewoon niet genoeg. Kijk hoe weinig iron er is weggegaan en kijk hoeveel iron ik nog kan maken. Oké, we hebben meer armors nodig. We moeten hier echt nog een kelder gaan maken, nog een nieuwe fabriek en stuff. En natuurlijk deze fabriek volzetten. Dus wat gaan we nu doen met het villager probleem? Wel, ik ga gewoon wachten tot Mojang iets heeft gefixt. Of dat mijn villagers normaal willen doen. Of dat ik moet gewoon alle battles aanpassen. Maar ik ga in het verloop van de volgende video's gewoon daar villagers inzetten zonder jullie iets van te laten zien. Want ik bedoel, dit is echt niet leuk. Waarom zijn villagers zo dom? En waarom claimen ze nu ineens battles? Ik denk wat ik gewoon moet gaan doen, dat is misschien wel iets. Gewoon hier blastvullers inzetten en als ze dan groot worden, de baby's, dat ze dan meteen armors worden. Maar het probleem is dan wel, hoe ga ik ze dan ooit een job krijgen? Want ik heb ooit eens een villager zonder job, geen intuit, ik ben gewoon een villager. Ik heb die gekregen in de fabriek. En ik had een armor ding en dat was de villager die ik wou zetten in dat hele rechtse nieuwe ding, dat is echt al uren geleden. Dat geeft je een beetje een beeld van hoe lang ik hier al mee bezig ben. Maar en ik zet een blast furnace langs hem. En die wil geen job innemen. En uiteindelijk is hij een visser geworden. Villagers kunnen soms zo goed zijn, hè. Maar meestal zijn ze zo slecht. Wat is er mis met een villager AI? Ach ja, ik ben heel blij dat we ook al tenminste een heel deel armors hebben. En dat we nu iets kunnen doen met al ons iron. Ook al... Niet echt veel, want ik heb zoveel iron en ik kan als ik wil nog zoveel meer krijgen. Ik kan nog echt nog lang verder met deze voorraad. Even gewoon een paar uur AFK'en en huppatee, ik heb alle iron wat ik nodig heb. En ook alle emeralds die ik nodig heb. Maar ik zou er liefst meer willen, dus daarom ook meer armors. Ik bedank jullie om te kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie van genoten, want ik echt niet.